Amsterdam. Laat je even horen voor Lucky Fons de derde. Ja, toch. Amsterdam, laat je nog even horen voor jezelf. Waarom niet? Ja, toch. Check it out, yeah. Hey, vroeger, toen had ik bandjes op de Walkman. Pompte Herman van Veen op de Franse Tolweg. Richt in de vakantie, was de batterij op. Dan zong ik lekker door in mijn eentje, maar dan luid op vroeger. Toen was er nog geen TMF voor me. Geen box of geen kans om te YouTuben. Maar met die buiten staat in een groepje. Rap het in de cijfer in de zaal, ja we doen dit. Ho, MTV met Rake ook. Zolder Pepper of vernieuwende CD ook, yeah. De tijden zijn veranderd, nog steeds relevant. Ik neem je bij de hand, de klassieker in het land, oh. Hilversum 3, we stonden neer nu. Ah, yeah. En ieder had zijn eigen stem. Op welke steiger klonk een lied? Van Kaljazon, door Jeruzalem. Vroeger, toen zat ik midden in de hiphop. Met mijn zak geld op pad richting Rhythm Import. De nieuwste releases, checken wat de deal is. Vinyl gezeild of die oldtime klassiekers. Ja, in het dorp was er amper wat te bieden. Dus de meest fanatieke groep vormde een klik. De kroeg om de hoek draaide alternatief. Bij daarheen, bij gebrek aan een alternatief. Shit, toen ik begon, nee, we hadden geen beats. Met daarin opgehoekt en toen hadden we iets. Yeah, het klonk voor geen meter, maar voor ons de shit. Muziek gecreëerd uit de liefde voor muziek. Dus een drie bestond nog niet. Nee, nee, en ieder had zijn eigen stem. Oh, welke steiger klonk een lied. Van Kaljazon, van Jeruzalem. Ik vind dat we best even een applausje mogen geven aan Herman van Veen.